Eén piste ronde, dus we zeggen naar de overkant van de piste. Dus blijven doorlopen nog eventjes. Hij kijkt naar de klok, waarschijnlijk ook om zijn tijd te bekijken. Bedraagt momenteel 15:20. Tweede op de piste, Bart Verbruggen. 15:51, de beste tijd hier ooit neergezet. 15:59 en 16:01 zijn de beste tijden tot nu toe. Zal hier misschien niet gehaald worden, maar toch een mooie prestatie hier, Michael Somers. De 16-jarige Michael Somers uit Lint. En nummer 3 komt er ook aan. Hier. Volders uit Laakdal. En een applausje voor Michael Somers uit Lint, die hier de winnaar wordt van deze 5 kilometer. Dan hebben we Arne van den Broek op plaats nummer 5. Ondertussen ook. Dacht Alfons van Loo gezien te hebben op plaats nummer 4. En nummer 2, Bart Verbruggen. Dus ook voor hem een verdiend applausje. Als nummer 2 hier bij deze 5 kilometer. Juist boven de 17 minuten voor Bart. Dan hadden we de man uit Laakdal, dacht ik. Dirk Volders uit Laakdal op plaats nummer 3. Dan Alfons van Loo, maar Arne van den Broek probeert nog de vierde plaats af te snoepen. Dus nummer 3, Dirk Volders hier uit Laakdal. Proficiat Dirk voor deze prestatie. Onder de 18 minuten in elk geval. 17:55 en dan een sprintje tussen Alfons van Loo en Arne van den Broek. Arne van den Broek en dan Alfons van Loo. Dat is de top 5 van deze 5 kilometer op onze derde natuurloop. Dan hebben we Filip Leemans uit Mechelen op plaats nummer 6. En de jongeren komen er al aan.
Chris Hoekens als nummer 7 hier bij deze 5 kilometer loop. Jan Oost uit Mechelen en Matthias van Roosbroek van AC Lierse. Dan hebben we dus Vermalen die er nu aankomt. En ook de eerste jongeren komen eraan aan de stapelbak van 150 meter nu. Dan hebben we Joris Radeur die er nu aankomt. Dries Tillemans. En dan hebben we Otto van Luggene die als eerste jongeren zal aankomen. Niels Verstrepen. En heer Hendricks. En de eerste dame zou ook al op de piste zijn. Het zou over Bente gaan. Inderdaad. Bente wordt eerste dame hier. Bente Bosmans, inderdaad. Dus, dan hadden we ook Yannick Ploetevot. Dan Lauwe Leman. Jos Broodhaart. Dan hebben we nog een jongere. Ingmar Reinders uit Berlaar. Dus eerste dame reeds binnengekomen. Jitse Steenakkers. Dan hadden we ook Willy Vermaal die gepasseerd is, zelfs ook Simon Gurné die eraan komt, nog enkele meters te gaan voor onze meneer. En er wordt nog stevig doorsprint op het einde. Arno Jennen zie ik ook. Ook Jurgen Pissmagers met Piotr Leman. Dries Cavens. En Veerle Kieboons wordt de tweede dame, de dame uit Borsbeek. Nu aankomst dus van Veerle Kieboons uit Borsbeek. Hilde Boydens wordt de derde dame dan. En dan hebben we de Pieter van der Hulde. Die de laatste meter aan het afwerken is Mark Goris uit Vosselaar. Sarah Willems als derde of vierde dame zal het zijn, denk ik, in het gezelschap hier. Leo Geens dan uit Antwerpen. En ondertussen wijst de klok 23 minuten 18 seconden aan. En de volgende dame die daar komt is Peggy Selhorst uit Gevixen. Thank you.
gaat goed. Ook Peter Hendricks is al aangekomen, dan hebben we Jana Jennen. André van der Oppaai, dan hebben we uit Betekom. Riek Heerts uit Herentout, die nog voorbij gestoken wordt door Jan Vrels uit Berlaar. Dan hebben we Danny Cornelis uit Putten. Kenneth Broeks en dan de echte kerstman die speciaal voor ons overgekomen is hier. Johan Vrels. Aangekomen. Molvaarts uit Heidlandenberg. Louis Likens uit Hanaar. En de volgende jongere die eraan komt is Stan van Loven uit Leer, aangesloten bij onze vereniging. Dan de dame die de laatste meter stand afwerken is Mia Kleimans uit Vosselaar. Dan hebben we Valentijn de Vrier. Frank Swinnen. In het gezelschap van Anne de Ridder uit Hoevenen. Chris Provoost. En dan een sprintje tussen onze jongeren. Met Simon Kento en Ona. De volgende die eraan komt is Frans Vaas uit Heijs op den Berg. En nog een dame die nu ook binnenkomt, Antje Sak uit Nijlen. Ook Koen van den Broek als de laatste meester te bezig. En dan de dames die straks cakes gaan verkopen voor Lira Runs for Life, zal ik maar zeggen. Dan heb ik het over Jitse, Tria en Louise, dus straks allen naar de garage voor de aankoop van cakes voor Music for Life. Hugo Dillen en Gwen Koutrails zijn ook aangekomen uit Edegem en Boom. De volgende dame is Stacy van de Raadschap. Nee, excuseer. Dan hebben we nog een dame die passeert. Dat is Chris van Oosterwijk. Die vriendelijk een goede dag zegt. En we hebben ook rendieren in de wedstrijd vandaag, zo te zien. Gilles van Donink, origineel gekleed. En straks mag ze natuurlijk ook haar welverdiende warme chocolademelk gaan halen. En Tom Dirks. Dan René Buschot is ook gepasseerd hier. En nog heel wat deelnemers, dan nog enkele jongeren hier. Lennart Prels met Daan Verstrepen en Olaf van Luggenen. Nicole van Doning. Met Anne Buts. En al twee broertjes. Tim en Niels. Arne van Hooyen die eraan komt.
En we hebben Mariette Pluis, die er ook aankomt. De 66-jarige Mariette. Knap gedaan, Mariette. Ellen Gillis uit Westerlo. Dan hebben we Kaak van Kamp. Ook knap voor een 64-jarige uit Rijkenvorsel. En Jozef Schoolwaard. Uit Perlaar komt er ook aan nu. 69 jaar, dus knap gedaan ook van Jozef. Marit Rijspauwels in het gezelschap van Patrick van Empten. Skerst dame, volledig uitgedost. Knap gedaan van onze Marit Rijs. En ze mag straks ook haar geneertje of haar gratis glühwein gaan proeven in de tent. Dus de overkapping. Dus onder de overkapping kunt u terecht voor. Dus gratis glühwein, jenever en warme chocolademelk. En hier zijn onze kadettendames. Ze verdienen ook een applausje voor hun deelname hier aan deze 5 kilometer. En een trouwe klant is ook altijd Mark van Loek uit Lille die nu aankomt. Dan hebben we Mark van Roosbroek uit Berlaar die er nu aankomt. Sandy Goedhart, bezig aan de laatste meters. Sandy. En ik zie dat het kraam van Music for Life geopend is. Dus allen daarheen, als u daar passeert aan de garage. Aarzel niet om te stoppen even. Met diarree over de hele wereld kunnen we daarmee steunen. Dus zou ik zeggen, allen daarheen. En toon uw gulhart en geef uw bijdrage aan deze actie. Elke deelnemer die hier over de aankomstlijn komt, betreft Music for Life. Jozef Huskens en Maria Stoop zijn ondertussen nog aan. 66 jaar en de opa van Tim en Niels. Het komt er nu aan. De laatste meters. De winnares van daar straks bij de dames, Berbe Bosmans. Tine Wouwman die er nu aankomt, de laatste metertjes. En Simon Veulemans. Uit Edegem. En dan hebben we nog een dame die eraan komt, Rita Moreels. De 65-jarige Rita Moreels. En nog enkele jongeren die eraan komen. Celestine, Silke en Lore. Knap uitgedost voor de gelegenheid hier bij deze kerstloop. En dan komt Stijn Voorbraak als nummer 2 op de piste. 37:10 klok daar juist. Dus Stijn Voorbraak aan zijn laatste bocht nu bezig. Als nummer 2 hier op deze 10,7 kilometer. En we geven ook een verdiend applaus hier als nummer 2 van deze 10,7 kilometer van de derde natuurloop. 37:35 ongeveer zijn tijd, seconden. Nick Renders komt nu ook de piste op als nummer 3 bij deze 10,7 kilometer.
Laatste meters voor Nick Renders, dus nummer 3. Mooi, mooie top 3 hier bij de 10,7 kilometer, dus Dennis Laert. En dan Nico Jennes als nummer 4. Zojuist de piste betreden. Dat is iemand van Abis die er nu aankomt. De man met 21,45 luistert naar de naam Joost Tewissen. Uit Berchem en aangesloten bij Abis. En nu beginnen ze vlot naar binnen te komen. Dus Nico Jennes wordt hier nummer 4. Dan hebben we Joost Tewissen tenminste als nummer 5. Dan nummer 6 wordt de man met 20,51 en die luistert naar de naam Jesse van Nieuwenhuizen. En dan hebben we Matthias Meul als nummer 7. Matthias Meul afkomstig van Gent. Dus een mooie verplaatsing, waarvoor dank vanzelfsprekend. En dan hebben we nummer 8 en 9. En nummer 10 die nu de piste betreedt. Is Davy Vos, maar mee een sprintje. Tussen Dirk Le Man en Kenny In. Zoals we juist gezegd, Davy Vos die er nu aankomt van Balen. Dus nummer 10 is binnen, de eerste dame komt er al aan. Dus ook zij verdient zeker een stevig applaus. Schitterende tijd hier neergezet door de eerste dame. Dus luister naar de naam Ilse Geldof. Maar met Kurt Jurgens aan haar zijde. Wedstrijdtekort gaat eraan hier. Hier verbeterd dus door Ilse Geldof. 1 minuut sneller als Gwendoline Deijnen. Vorig jaar, 2082, is het nummer dat Johan Maas uitreed. Dan hebben we Van Ofierens. Dan hebben we Frans Lenders die er nu aankomt. En de volgende die aankomt is Peter van Hulsel uit Hulshout. Ook iemand van Wibo aan zijn laatste meester bezig. Dan heb ik het over Leo de Maaier. Gevolgd kort daarop door Rudy Laurijsens. En de volgende is Tom de Smet. Kan je al melden dat bij de halve marathon aan de leiding loopt Geert Steenmans. 100 meter daarachter een duo. Met daarbij dus Erik Kaluwaert en Chris Gommers. Dus dat voor de tussenstand bij de halve marathon. En de tweede die nu aankomen zijn Luc van Reet. En Zuleos Likas. Dan een hoge aankomst nu voor Steven de Klein. Uit Koningshoed. En de volgende die eraan komt is Dimitri van den Einde uit Leuven. Dus weer is dus, als u passeert aan de garage, voor 1 euro kunt u daar een cakeje kopen. De actie Music for Life, de opbrengst gaat daar naartoe. Dus 1 euro per cakeje gaat rechtstreeks naar Music for Life. Donderdag wordt die overhandigd met de chic en het glazen huis in Antwerpen. Nog een dame die de piste betreedt. Nummer 2 bij de dames zal het worden. 21,08 van Bart Wouters. De klok wijst 45 minuten aan nu voor 10,7 kilometer. 2081 is het nummer toegekend aan Cyril Vereerbergen.
En de 20-9 heeft de tweede dame. Komt eraan, applausje voor Wendy Vervoort uit Edegem. 45-15 ongeveer haar tijd. De vierde beste tijd ooit neergezet hier. Want vandaag dus het wedstrijdrecord verbeterd door Ilse Geldof. De aankomst is die van Dirk Jacobs uit Putten, gevolgd door Dirk van Tendelo. 21-76 is de trouwe klant hier aan onze natuurdome Wouter Corolui uit Lee. En Peter Homstok is de volgende die de aankomstlijn zal overschrijden, de man uit Buchem. Ondertussen wijst de klok 47 minuten aan, exact voor de volgende atleten. Mark Diver, dan hebben we Serge Quintins, Leo Keulemans die nu ook aankomt. Met Peter Bruegelmans in zijn spoor uit Ittigem. Dan hebben we Lux Vissens. Dan hebben we Mark Willems, gevolgd door Bart Boschmans uit Hoven. Even van de Pool dan uit Krobbenonk. Dan hebben we Didier Fontaine uit Malle. Gevolgd door Luc van den Broek uit Lier. Dan hebben we Tom van der Stappen en de man met de opvallende snor is Willy Op de Weert. Dan de man van Bonheiden luistert naar de naam Dirk Covent. Gevolgd door Jan Schijs. En dan hebben we man uit Hombeek, Bert van den Hout. En nog een stevig sprintje voor Mark Duiver en Chris Minoua. En dan hebben we Simon Gerts als volgende. En dan met de kerstmuts. Is Luc Kuseneers uit Rumst. Dan hebben we Peter Maas die eraan komt van het Triathlon team. Dan Raf Stevens. Dan Benny van Asten, gevolgd door Frank Verschuren. Harry Scheers hebben we dan. Gevolgd door Bert Neefs. En nu beginnen ze snel binnen te komen. Jimmy Hano is er onder andere bij. Paul Geluikens en Chris Vervoort. Carol Dalemans uit Edegem. Edegem, sorry. De Buschop als derde dame is juist gepasseerd hier, gevolgd door Walter Gagemans. En dan hebben we een dame, de vierde dame die eraan komt, luistert naar de naam Paulus Kappaert uit Edegem. Dan hebben we Heikki van Uitven die zo aangekomen is. Passeren dan 2043 de dame van Abis die met brede glimlach de laatste meters afwerkt is Tilly Luiks. En ook
Ook Dirk van der Velde komt er nu aan. Papa van Hanne, een van onze jeugdatleten. Een man uit Bedelaar. Jan Mertens hebben we. Willy de Ridder. En Rita Davies is ook gepasseerd. Sergeant Tonis en ook Patrick van Vlasselaar. Luc Collet uit Herselt. Dan Claudia Nevendik uit Grobbendonk. Alex Gerts en Ludo Bogeman zijn ook gepasseerd. Ook Karel Wellens zie ik nu aankomen. En een man met 20-52 die vriendelijk zijn nummer laat zien is Karel Brits. Uit Nijlen. De 72-jarige Karel Brits. Gefeliciteerd Karel. Karel ook al een gezegende leeftijd van 69 jaar. Grap ook voor Karel. En een sprintje nog van Juppendame uit Edegem. Het gaat over Marleen Eijsen. En de dame die passeert is ook een treinster van Hasselierse Elf Kums. En de dame die nu passeert is Simon Michiels uit Edegem. 62 jaar. En ook 22.01 is aangekomen blijkbaar Salvador Nijen uit Werksem. Geert Peters uit Bedelaar. En dan hebben we Sonja Beernaerts uit Antwerpen met Jos de Leeuw. En dan Jessica van den Broek in het gezelschap van Gino Dont. Dan Marian van Herk uit Kessel. En Lisa Jennen. En ook Erik Meubies. Dan hebben we Danny de Vish. Dan hebben we Simi Reniers uit Merksem. De mannen van Abis. Goed vertegenwoordigd, maar voor dank. De Atletiek Club Abis. Heel wat deelnemers hier vandaag aanwezig. Danny Buschot, Bart Vermantel, Mark Franks. De dame die daarna komt is Anne Verlinden uit Leer. In het gezelschap van de man met de kerstmuts, Bart Verberg uit Leer. Dus die mag ook straks een gratis jenever en glühwein gaan halen. De volgende die eraan komt is Walter Verdonk. Johan Wouters die passeert. En de andere was Paul de Krom. Werner van der Weken die gepasseerd is in het gezelschap van Frans Garcia. Aankomst ook voor Roos Verscharen. Dan hebben we Geert Dorps. Annick Brakke, die ook aangekomen is. Chris Vaas. François Frank en Martin Lorijs zijn ook aangekomen. Aan Willem van Praat uit Duffel, die ook aankomt. En straks
Joseph Kandahama van Abis. Dan hebben we Jan Torps, Gert Vroegen. Dan ons rendier Peter van Toning. Met als zijn dochtertje daar straks. Lindsay Mortelmans is gepasseerd ook. Diane de Poter. En de laatste meters zijn er ook voor Jan Philippen. Van de halve marathon komt eraan, dus de deelnemers aan de halve marathon zijn gekomen ongeveer aan het movement, tenminste de koploper. En dan heb ik het over Geert Steemans, die hier een schitterende tijd zal neerzetten. Want de klok wijst 1:10 aan, 1 uur 10 minuten. Als u weet dat Gunter Geens hier 1:10:56 had als beste tijd. Dus ongetwijfeld de tweede beste tijd ooit zal hier neergezet worden door onze man achter de marathon van volgend jaar, Geert Steemans, een van de op de piste aangekomen. Dus binnen enkele seconden komt hij straks een stevig applaus, want hij heeft het schitterend gedaan en zal hier de tweede beste tijd ooit neerzetten hier bij de halve marathon. Gunter Geens op 1:10:56, ondertussen is het 1:11:25 voor Geert. En we geven staan we een stevig applaus, winnaar hier van de halve marathon, Geert Steemans, die hier een tijd zal neerzetten van 1:11:34, denk ik inderdaad, 44, knappe tijd, tweede beste tijd ooit neergezet door Geert Steemans. En gelukkig, als hij is, werd hij. En we wachten als dat spreekt op nummer 2, en dat zou Chris Hommers moeten zijn. En nummer 2 komt eraan. Dus aandacht voor nummer 2. Chris Hommers, inderdaad, de laatste rechte lijn voor Chris. Heel ook een dag van applaus, want ook hij hier zet hier een zeer knappe tijd neer. Na de schitterende 1:11:44 van Geert Steemans, zijn beste tijd ooit. Nu Chris Hommers, dus 1:13. En dan hebben we 1:13:38 voor Chris Hommers. En nog enkele dames van de 10,7 kilometer en nog een jonge heer die er nog aankomt. Maar dus twee schitterende tijden hier op onze halve marathon van de top 2. Straks zullen we Geert nog eigen volk en voor zijn eigen club en mede als organisator hier natuurlijk in de voorste gelederen zal willen eindigen. Ook zie ik nu Nelly Bruinsels aan de laatste meters bezig bij de 10,7 kilometer. De echtgenote van Ronnie van Oosterwijk, de initiatiefnemer van onze natuurlopen. Knap gedaan van Nelly. Schuurmans Maria uit Nijlen die er nog aankomt. Samen. Dylan Griet uit Leer. En Helene Hopkins uit Mortsel die er nu aankomen voor de 10,7 kilometer. Lieve Waver.
Dus nogmaals een oproep om zeker niet te vergeten te passeren aan de garage waar cakes worden verkocht ten voordele van Music for Life door de jongeren van onze vereniging. Zelf gebakken gisteren, dus vers aangeboden hier. Lekkere cakes en nummer 3 komt eraan bij de halve marathon. De man van Brek, nog één lusje af te werken bij het betreden van de piste. De volgende die er dus aankomt is nummer 3, Tom van Dijk uit Schoten. En we geven nou ook van de spreker een applaus. De derde van de halve marathon, dus die hier een tijd zal neerzetten van de buurt van 1, 16, 48, 46, 47, ja, 1. Peggy de Bagger en Martin Lorijs, die reeds in een plunje zijn om vanavond deel te nemen aan de Q-Music Santa Run in Antwerpen. Dus zij zijn er klaar voor, misschien jullie ook straks, om naar Antwerpen te trekken en daar... Volgende dame die er nog aankomt van de 10,7 kilometer snede voorspoel uit Hoboken. Dan hebben we Margriet Hopkins uit Zoersel. En dan hebben we Erik Kallewaerts die er nu aankomt als nummer 4 bij de halve marathon. Dus nog één lusje af te werken voor Erik. Lange tijd in het gezelschap van Chris Gommers. Ook een applausje dus voor Erik Kallewaerts als nummer 4 bij deze halve marathon. En een bijzondere aandacht ook voor de volgende man die aankomt. De man die hier altijd als eerste in het stadion is. Dus van 's morgens vroeg ziet hij telkens de op. Dus 4 deelnemers aan de halve marathon zijn reeds binnengekomen. Applaus, de nummer 5 van onze halve marathon, Luc Dirks. Ook bezig aan de laatste meters voor samen met Ben van Elst, papa en dochter. En misschien ook de mama erbij. Herbie Marien hebben we dan als aankomer nu. En dan komt nummer 6 aan bij de Chris Adams, ook een bekend figuur. En nu komen ze druppelgewijs binnen, die van de halve marathon. Maar ook nog iemand hier van de 10,7 kilometer, Linda Klaes uit Leer. Dus Chris Adams nu... Een aankomst van Geert Aerts, de halve marathon met Dirk Segers.
En de laatste meters voor iemand met een zeer toepasselijke naam. Ze heeft een kerstmuts op en ze mag straks een gratis jenever gaan halen. Ik weet niet wat Smeets zal zijn, maar ze noemt Katrien Smeets. Dan de volgende is Dirk Vets die eraan komt. De halve marathon 1:25. 36, Tom de Krom als volgende deelnemer. En dan Maurice Verwist, de 60-jarige Maurice Verwist. Schitterende prestatie hier bij deze halve marathon. Dan hebben we Dave de Weert uit de pool die er nu aankomt. Jan Marks is de volgende in fluo groene trui voor de halve marathon. Dan de volgende die aankomt is Bart van Eijlen uit Ekeren. Uit Kastelee, sorry. Pieter Janssens die er nu aankomt. Dus al 1:27 in de buurt van de 20 seconden zijn. Gevolgd door iemand uit Putten, Filip Brands. En we hebben ook iemand uit Vlimmeren in ons midden. De man, die is naar de naam Guy Dons. Laatste 100 meter voor hem. En de man met de kerstmuts, hij laat het ook ostentatief zien, is Freddy Langerus uit Keerbergen. Gert van Brandt uit Nijlen. Ja, Stijn Lievens is de volgende. Dan Serge van Hemeldonk. Ook Geert Segers komt eraan. Geert Segers hier in het duel met Ben van den Berg. Bart Vermeijren uit Oostmalle aan zijn laatste meters ook bezig. Ondertussen bij de klok 1:30 aan voor deze halve. Erik Zijssen. Tweede dame die luistert naar de naam Ilka Jolie uit Everberg. Jan van Luggenen die daar komt, ook een van onze mensen van het Verdette Sport Marathon Team, Erik de Nijs. Zo, en we hebben Geert Steenmans hier aan mijn zijde, dus de winnaar van de halve marathon die hier een schitterende tijd neerzette. Van het is van 1:11:44. Ik heb het goed onthouden, dus 1:11:44 zijn tijd, waarmee hij, dacht ik, als ik me niet vergis, zijn beste tijd ooit neerzette op de halve marathon, maar dat had ik vertellen door hemzelf. Ik hoop dat ik het binnen in 11:46 kan lopen. Het grote verschil met Venlo is dat ik daar kom te verkeren bij groepjes. En dat ik nu helemaal alleen heb. Ik kan het niet
Inderdaad, dus Geert Teers bevestigt dat inderdaad zijn beste tijd is ooit met 2 seconden per meter. Maar hier natuurlijk heeft hij helemaal in moeten lopen, want er staat nog meer glans hier in deze halve marathon bij onze natuurlopen. Ik ben er ongetwijfeld zeker van dat hij ook nog andere doelen heeft in deze wedstrijd. En het bijzonder één welbepaald doel, en ik laat het hem zelf vertellen welk doel dat hij heeft nog deze winter. Ik kan niet anders dan inderdaad, dus het hoofddoel van Geert is inderdaad 25 maart 2012, zoals het hoofddoel ook van veel mensen hier waarschijnlijk in het stadion, die dus op 25 maart 2012 zal deelnemen aan het Belgisch kampioenschap marathon. Hij wil hier schitteren voor eigen oog, in zijn eigen organisatie ook schitteren, wat zeker uniek is voor deze Geert Steeman. Ik moet stellen dus dat hij ook een recordtijd wil breken op de marathon, en dan zou ik graag weten van Geert welke die recordtijd is. Kort 32 seconden, dus zijn we dat de aardig moeilijk is om te verbreken. Dat was dan echt wel 100% voor dat inderdaad in het team. Maar je hebt nooit vandaag de kop deel, want ik dacht dat ik geen hoofdstuk kon willen halen in mijn eentje. Dus als ik de juiste omstandigheden heb, de juiste voorrang, op het juiste moment. Als ik meedoe, dan is het helemaal over. Maar we gaan zeker niet voorstellen. De marathon is alles in de volgende. Dat is heel erg spannend. Dus de marathon blijft ondersteunen. Dat gaan we zien. Wij hopen in ieder dat Geert hier ook een lange prestatie kan neerzetten volgend jaar. Misschien ook zijn record neerzet, maar dat is misschien niet het voornaamste. Het voornaamste is zeker dat hij de motor is achter dit kampioenschap. En we zijn ervan overtuigd dat we een prachtig kampioenschap van zullen maken. Want alle voorbereidingen wijzen zeker in deze richting. Geef nog een aan applaus, dus Geert Steeman, die hier dus zijn record neerzetten op de halve marathon 1:11:44. En ondertussen...